Goedenavond, dit is het stadion van PSV in Eindhoven, waar PSV dan weer speelt tegen Real Madrid. Deze keer in de kwartfinale van de Europa Cup voor het landskampioen. Hier in de gang. De mensen van PSV, waaronder Stan Valks met nummer 3, zal spelen in de achterste lijn. PSV nu dus in de kwartfinale, vorig jaar in de halve finale tegen Real Madrid. Bij de Madrileense club kan het nog altijd maar heel erg slecht verkroppen dat het avontuur vorig jaar toen voor de Spaanse club slecht afliep. PSV kwam in de finale en won uiteindelijk de Europa Cup 1. Nu is er de kans op een revanche voor Real Madrid. Zo denkt die Madrileense club. Ook al doordat er nogal wat vaste krachten uit de club van PSV zijn verdwenen door blessures. Vaste krachten zoals daar zijn Van Breukelen, Nielsen en Kief met name. Lodewijks is nu de man voor Van Breukelen. Van Aarde speelt deze keer in het centrum van de verdediging op de plaats die heel lang geleden eigenlijk alweer toebehoorde aan Nielsen. En Romario is de puntspeler. Gerets, de aanvoerder. Gallego, de andere aanvoerder. En deze grote doeken worden ook in dit stadion tegenwoordig ontrold op de bekende Italiaanse manier. Lodewijks, Gerets, Valks, Van Aarle, Heinzen. Koeman vrijgemaakt voor aanvallende dingen. Dus eigenlijk een man vooruit vrij op het middenveld. Ellerman spelend achter Romario in de aanval. Lerby links op het middenveld, Vanenburg aan de rechterkant en Anton Jansen. Kortom, een opstelling die er zeer aanvallend uitziet. Het betekent overigens dat Gilhuis niet speelt, maar op de bank zit. Aan de andere kant, een ploeg zoals je van tevoren kon bedenken, daar dus eigenlijk geen verrassende samenstelling. Coyo, Tadillo, Sanchez, Gallego, de vrije man, Esteban, de verdediger. En dan Mitchell op rechts, Schuster, de man voor de basis toch ook wel. Martin Vazquez, man op het middenveld die het meeste diep gaat in het centrum. En Cordillo, die langs de linkerlijn sjouwt. Goed, Raquenio voorin met Hugo Sanchez, de speler uit Mexico. Zij staan daar ook gereed voor de aftrap. Scheidsrechter is hier Luigi Arroni, de man die bekend is ook van de finale in de Europa Cup 1 vorig jaar. Aftrap. Cordillo zoekt de terugweg. Esteban. Arroni. Dit is de minuut. De Bres, Ellerman. Heinze, Goyan. Schuster. Mitchell. Niemand kan klagen over de schoonheid van deze aanval. Dit is een prachtige aanval. Dit is een doelpunt van Boutragelio op het randje van de eerste helft. En dit is grote klasse. Prima aanval, afgemaakt door Boutragelio op de voorzet van Mitchell. En PSV helemaal stuk gespeeld in die laatste minuut van de eerste helft. Roos Romario, daar is hij dan eindelijk. Ja, ja. Dat zijn toch zijn speciale momenten. Goed gegeven trouwens door Valks. En ineens beweegt hij, is hij weg. En kijkt dan eens waar zijn bewaker zit, die is dan nergens. Dat is de kracht van die Braziliaan. Waarop iedereen dan zo lang zit te wachten. Maar dan ineens heeft hij dan toch ook dat toonbeeld van zijn kwaliteit. 1-1 op een heel nuttig moment voor PSV in de 8e minuut van de tweede helft. Ilio en de foutjes leggen zich nu toch aan een. Gerets. Van Aarde. Stan Valks. Van Burg. Heinzen. Achterin vraagt Jansen.
Virgilio. Perez. Hilhaus. Daar is hij weer. Tegen de paal. Romario. Een duveltje uit het doosje. Dat ook hier heel aardig uit zijn schulp kruipt. Hilhaus. Hij tikt hem niet binnen. Maar Dutzert. Krijgt de paal. Pollux. Beenhakker haalt een Lorente naderbij en Gilhaus maakt problemen met Sanchez. Het lijkt alsof hij kiest voor de verdediger, Francisco Lorente. Ik heb het meten. Dan doe je echt wel op meten. Koeman. Goeie. Was al lang onderweg naar die hoek. Leek eigenlijk zelfs te moeten wachten. Maar voor is de bal er wel. Overtreding van Schuster. Geen de kaart voor hem. En een opstootje aan de zijkant. Omdat Hiddink zag wat Schuster deed. Dat was namelijk een enkel trappen. Terwijl hij nooit bij de bal komt. Hij krijgt er geel voor. En Hiddink wordt verzorgd voordat we blijven zitten. Kijk maar. Wel, Valks de bal weer spelen. Dat Schuster. Hiddink heeft het ondertussen tegen zijn spelers. Gerrit Kaak was voor Schuster. Via de muur. In het hoofd van Gallego. Daar komt Gerrits. Door de vele blessures is hem gevraagd om wat voorzichtiger te spelen. Wat meer achter te blijven. In de tweede helft mochten de remmen weer wat los. Daar is een goede voorzet uit de ingooi. Alex en het eindsignaal. PSV naar Real Madrid. We sluiten deze wedstrijd met 1-1 en kijken over 14 dagen verder. De manier waarop wij gespeeld hebben tegen Real is te weinig uitgedrukt in de score. We hebben 3-4 mogelijkheden gehad in de eerste helft, waar men zich niet al te zeer bewust van was. Nou, de tweede helft wat meer vlam in de pan doen slaan. Ja, toch nog een redelijk uitgangspunt, denk ik. En ik denk dat een geruststellende gedachte of mee lekker zou kunnen zijn dat 4 mensen een gele kaart hebben gekregen. Twee belangrijke bij Real. Ja, nou, ik weet niet hoe ze het zelf voorstaan, dan moeten we eens in de administratie gaan kijken. Maar de manier waarop we gespeeld hebben vanavond is toch Europees. En alleen ja, het verzilveren heeft ontbroken en dat is toch belangrijk Europees. Dat is zeker belangrijk. Het is dan vooral jammer dat je het in de eerste helft een beetje uit handen geeft. Hè? Ja, zeker in de 46e minuut op hele naïeve wijze laten we toch Schuster de laatste paas geven. Dat mag Europees niet. Ik propageer niet dat dan geschopt moet worden, maar er moet dan meer tegenover staan. Goed, vrienden, bedankt. We moeten het hierbij laten, we moeten terug naar Hilversum.